Hallo iedereen, in deze video wil ik jullie 10 Vlaamse spreekwoorden leren. Het eerste is een gat in de lucht springen. Ik kan bijvoorbeeld zeggen, oh, ik zou een gat in de lucht kunnen springen. Heel blij zijn, ik ben heel blij, maar dan ook echt heel blij. Dan zou ik ook bijvoorbeeld kunnen zeggen, van, oh, hij sprong een gat in de lucht. Hij was heel blij, bijvoorbeeld door een of ander nieuws dat ik vertelde. Een gat in de lucht springen. De tweede, dit is echt Vlaams. Ik heb een stuk in mijn frak. Ik heb een stuk in mijn frak. Wat zou dat kunnen betekenen? Hebben jullie enig idee? Ik heb een stuk in mijn frak. Dat betekent, ik ben dronken. Ik heb te veel alcohol gedronken. Ik heb een stuk in mijn frak. De aap komt uit de mouw. Wat zou dat kunnen betekenen? Stel je voor, de mouw van een kledingstuk en er zit een aap in en die aap die komt eruit. De aap komt uit de mouw. Dat betekent, nu komt de waarheid tevoorschijn. Nu wordt er gezegd waar het eigenlijk om gaat. Nu wordt alles duidelijk. De aap komt uit de mouw. Nu wordt alles duidelijk. En dan de laatste. Met de deur in huis vallen. Met de deur in huis vallen. Dat betekent dat je meteen zegt wat je te zeggen hebt. Zonder eerst te vragen van hoe gaat het en hoe is het en dit en dat of... Eerst nog een beetje andere dingen zeggen of vertellen. Nee, gewoon direct zeggen wat je wil zeggen. En we gebruiken het meestal ook effectief als zin. Ik zal een voorbeeld geven. Ik kom bij mijn baas bijvoorbeeld. Niet dat ik dat heb, ik heb geen baas. Maar stel, ik werk voor een bedrijf en ik wil graag opslag. Dus ik wil graag meer verdienen. Dus ik ga naar mijn baas en ik zeg, goedemorgen, ik zal maar meteen met de deur in huis vallen. Zou ik opslag kunnen krijgen? Dus je waarschuwt eigenlijk de persoon waar je tegen praat, dat je meteen ter zake komt. Zo noemen wij het dus in deftig, netjes Nederlands, meteen ter zake komen. Dus, ik zal maar met de deur in huis vallen, kan ik opslag krijgen... Of ik kom vandaag niet werken. Maar we zeggen de zin ook effectief eerst en dan zeggen we direct wat we willen zeggen. Zonder ja, andere dingen. Dus echt heel rechtstreeks meteen zeggen wat je wil zeggen. Kennen jullie nog meer Vlaamse spreekwoorden? Dan lees ik ze graag in de comments. En hebben jullie vragen over een of ander spreekwoord, Vlaams of Nederlands, laat het me weten en dan kan ik daar wel een video aan besteden. Bedankt voor het kijken en tot in mijn volgende video.